allereerste vakantie was volgens mij naar Egypte. Toen was ik echt heel klein, ik was volgens mij nog een baby. Toen ben ik met mijn ouders en met mijn zus gegaan. Ik weet er eigenlijk helemaal niks meer van, maar ik hoor steeds verhalen. Dus. Mijn leukste vakantie was toen we naar Zuid-Afrika gingen. Het was echt heel erg leuk, want met de vorige skivakantie hadden we mensen ontmoet die in Zuid-Afrika woonden. En ze hadden ons uitgenodigd om daarheen te gaan. En het was echt superleuk en we zagen allemaal wilde dieren toen we op safari gingen. En ik heb allemaal rare gerechten gegeten, dus het was echt heel erg leuk. En ik was ook best wel jong, dus dan lijkt het echt nog mooier en geweldiger en groter. In mijn koffer moet ik sowieso iets van muziek hebben, omdat ik er niet echt zonder kan. En iets waar ik foto's mee kan maken, want ja, ik wil het natuurlijk altijd wel vastleggen. En soms ga ik met mijn zusje ook wel fotoshoots op het strand doen, dus dat is echt heel erg leuk. Ik heb nog nooit echt een vakantieliefde gehad, omdat ik meestal met mijn familie naar een beetje niet echt toeristische plekken ga, omdat die juist meestal mooier zijn. Bijvoorbeeld van die oude Italiaanse stadjes waar niet heel veel toeristen zijn. Dat is juist heel fijn om heen te gaan. Mijn droomvakantie is een reis door Amerika met zo'n tourbusje. Overal heen gaan naar New York en Los Angeles en al dat soort plekken. Ik zou echt heel graag een keer in New York willen zijn en ik moet sowieso ooit een keer in Broadway geweest zijn. Ik zwem liever in de zee omdat ja, dat is mooier en dan heb je echt meer het gevoel alsof je dan echt op een strand ligt. Eerst hield ik meer van zwembaden omdat ik altijd een hekel had aan al het zout. Maar nu ben ik weer een beetje aan gewend en vind ik de zee echt veel fijner. Dit jaar ga ik niet met mijn ouders op vakantie. Maar ik ga heel misschien met een vriendin van mij, heeft ze een vakantiehuisje ergens in Nederland gehuurd. En dan gaan we daar misschien heen en dan gaan ze een zeilboot kopen waar je kan slapen. Dus dat lijkt me wel echt heel erg leuk als dat doorgaat. Ik kan me volgens mij wel redden met mijn talenkennis, want ik heb een tweetalige opleiding op school. En ja, ik heb Duits en een klein beetje Frans. Dat kan niet heel goed, maar ik denk dat ik me wel kan redden. En ik kan ook in het Engels fijne vakantie zeggen. Happy holiday! Ben je benieuwd naar de vakantieverhalen van de andere finalisten? Klik dan op één van hen.